Mevrouw de minister, dames en heren. Ik ben blij bij de opening van de 10e zichtstal aanwezig te kunnen zijn. Ik noem dit een mijlpaal op weg naar landelijke dekking. En een landelijke dekking van zichtstallen is erg belangrijk. Omdat iedere burger zo in de gelegenheid wordt gesteld om gratis een blik in een zichtstal in een varkensstal te werpen. En dat is waarlijk een felicitatie waard voor elke varkenshouder. De varkenshouders moeten niet alleen laten zien wat de ontwikkelingen in de varkenshouderij zijn, maar zij moeten ook de dialoog voeren met de burgers. En ik noem nadrukkelijk dialoog en geen discussie. Want een discussie is een redentwist en dat kan polariserend werken. Een dialoog is echter een samenspraak en het kan verbindend werken. Door dialoog kunnen varkenshouders werken aan draagvlak voor de sector en dat is broodnodig. Laatst heb ik dat zelf nog weer eens ondervonden. Ik heb een journalist op mijn bedrijf ontvangen en de ontwikkelingen in de varkenshouderij met hem doorgenomen. En last but not least heb ik een tour door mijn bedrijf gemaakt. Van oude stallen naar de nieuwste ontwikkelingen, groepshuisvesting voor zeugen op stro. En meestal komt er tijdens zo'n tour een moment dat bezoekers snappen wat ik als varkenshouder doe en wat mij beweegt. Maar, dames en heren, die klik die kwam niet en dat schokte me vreselijk. Ik voelde daadwerkelijk aan levende lijven de kloof tussen de randstedeling en een boer in levende lijven. En dat hield en houdt mij ontzettend bezig. Hoe kwam dat nu? En waarom slaagde ik er in mijn optiek niet in om die kloof te overbruggen? Een van de zaken die daarbij spelen is mijns inziens de schaalvergroting en de intensivering van de hedendaagse varkenshouderij. Dat is toch waarlijk iets anders dan die romantische beelden van vroeger. En die massaliteit roept vragen op. Vragen die door varkenshouders beantwoord moeten worden. Namelijk, het is zo dat doordat als wij nieuwe stallen bouwen, dan maken wij grote sprongen op het terrein van dierenwelzijn, gezondheid, milieu en automatisering. Zodat we steeds efficiënter kunnen produceren en ook beter voor onze dieren kunnen zorgen. En dat gebeurt ook binnen de biologische houderij. En van belang daarbij blijft dat de varkenshouder oog blijft houden voor het welzijn van het varken. Niet elk varken hoeft zijn uniek menselijk diercontact te hebben. Je hoeft ook niet elk varken te herkennen. Maar wel is het van belang dat je als varkenshouder voor je dieren goed zorgt. Dat je kunt zien of ze gezond zijn, of het klimaat bijgesteld moet worden en dat soort dingen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het varken moet zichzelf kunnen zijn en een goed en gezond leven kunnen hebben. Als varkenshouders hebben wij dit probleem nog niet opgelost, maar wij werken daar daadwerkelijk aan. Vanuit de vakgroep varkenshouderij voeren wij keer op keer dialoog met organisaties. Ook organisaties zoals Varkens in Nood. Die kloppen wel bij ons aan en vragen wel of wij samen iets kunnen doen voor de varkenshouders. Maar ook bijvoorbeeld voor Milieufederatie en Dierenbescherming, daar hebben wij een wat nadrukkelijke contact mee en doen wij zelfs een aantal dingen samen. En hebben wij zelfs samen een stal. Ik denk dat we kunnen concluderen dat als varkenshouders kunnen we met zelfvertrouwen praten over ons vak, over onze varkens, over ons bedrijf en over onze ambities. Welke stappen willen wij als varkenshouder gaan zetten en waar gaan we uiteindelijk naartoe? En dat alles kan alleen maar in een economisch perspectief. Want vanuit het vertrouwen dat wij kunnen werken vanuit een Europees speelveld en dat extra eisen vanuit de markt moeten komen, daar hebben burgers een taak in en zeker ook retailers moeten zich niet verschuilen. En met de wetenschap dat Nederlandse varkenshouders topondernemers en topvarkenshouders zijn, zullen die kansen in de markt zeker niet onbenut laten. Ik wil de familie van de Mark van harte feliciteren en ook aan ieder die aan het prachtig initiatief van Varkensinzicht en Stap in de Stal heeft meegewerkt. Dankjewel.